Zo, nog even een aflevervideo voor het afleveren van de auto. Nou, hier links vinden we dan de elektrische raambediening en de elektrische spiegels. Die gaan ook automatisch met het opslotten van de auto naar binnen. En automatisch naar buiten als die open wordt gedaan. Verder kunnen we natuurlijk hierboven met links en rechts de spiegel links en rechts verstellen. De koplamphoogteinstelling en de dimmer voor het dashboard. Aan die kant dan ook inderdaad de automatische stand voor de verlichting met schemerschakelaar. De automatische ruitenwisser. Eén naar beneden is dan de auto en dan kunnen we hem verder nog bijregelen met klein of grote druppels. Nou, aan deze kant dan ook de unit voor de Bluetooth en ook de radio. Hè. Dus als ik nu inderdaad hier op min kijk, dan gaat hij ook vanzelf zachter. Dus dat werkt ook prima. Nou, willen we de cruise control gebruiken? Ook geen probleem. Er zit hier in het midden zit een knopje. En dan kan ik hem op de linker of de rechterkant drukken. Hij staat nu op de rechterkant. Dat is dan de snelheidsbegrenzing. Aan de andere kant is dan de cruise control. Nou, snelheidsbegrenzing. Dan moet ik even met plus en min even op plusje drukken. Staat hij op 30 km per uur. Want dat is de minimale begrenzing die we kunnen maken. Doe ik nu nog een keer, een paar keer plus, dan kunnen we hem natuurlijk inderdaad ook gewoon verhogen. En hadden we 80 gereden, dan had hij natuurlijk gelijk op 80 gestaan. Mochten we dan toch de grenzen er even kortstondig afhalen, dan drukken we even op het nulletje. Als ik hier op het nulletje druk, dan is hij in het geheugen, zegt hij ook. En we willen hem weer terughalen, even op R'tje, reset. En dan staat hij ook weer de begrenzer gewoon weer aan. Nou, dat werkt eigenlijk hetzelfde met de cruise control. En daarmee kunnen we natuurlijk heel makkelijk inderdaad een langere periode zonder, zeker als het rustiger is op de weg, kunnen we daar heel mooi gebruik van maken. Dus dat werkt wat dat betreft erg prettig. Nou, aan deze kant dan nog de climate control. Nou, hij staat nu op 18 graden en op auto, dus dan doet hij het volledig automatisch. Verder dan nog natuurlijk inderdaad een knopje voor de vooruitontwaseming en de achteruitverwarming. Airco staat standaard aan, we kunnen hem ook uitzetten. En we kunnen ook zelf de blower natuurlijk regelen, maar dan gaat hij ook van auto af. Dus auto is eigenlijk de beste stand om te gebruiken en daardoor ook gewoon het makkelijkst. Nou, verder natuurlijk de navigatie. Als ik daar even op druk, dan komen we gelijk in de navigatie. En we kunnen dus inderdaad naar een geplande route om dan vervolgens inderdaad die route te koppelen en dat die gaat beginnen met navigeren. Ik ga even terug naar home. Dan kan ik ook even naar menu. En op het moment dat we in het menu zijn, krijgen we eigenlijk het totale menu. Dan kan ik bijvoorbeeld ook naar de telefoon om vervolgens inderdaad de telefoon te koppelen. Ga ik even naar instellingen. Ga ik naar beheerapparaten. Gaan we zoeken, voeg toe, naar apparaten. Ook even zoeken vanuit de telefoon zelf. En als hij hem dan gevonden heeft, dan kunnen we dus die connectie heel makkelijk maken. En eenmaal gemaakt, hoeft hij hem verder niet meer te maken. Dan staat hij er gewoon wat dat betreft helemaal in. Dus in die zin is dat heel makkelijk. We hebben natuurlijk ook nog een automatisch inparkeren. Nou, als ik die indruk, dan krijgen we eigenlijk te zien hoe die geparkeerd kan worden. We moeten even de richtingaanwijzer inderdaad bedienen naar links of naar rechts, daar waar het vak is. En hebben we die dan inderdaad aangezet, dan rijden we eigenlijk voorbij het vak, zodat hij het vak kan meten dat hij erin past. Vervolgens wordt er ook uitgelegd dat we hem in de achteruit kunnen zetten en dan stuurt hij hem er zelf in. Hij remt niet vanzelf, dus we moeten hem wel nog op tijd uitzetten. Dat is wel belangrijk om even te weten. Hè, want anders kan het fout, zo gezegd. En eerlijkheidshalve zit natuurlijk ook de sensoren natuurlijk ook gewoon op. Dus voor het parkeren zal het ook niet zo'n probleem zijn. Verder voor het starten, nou, druk op de knop en dan gaat hij het natuurlijk inderdaad gelijk doen. Nu zit dan even de sleutel in de sleuf, maar in principe, omdat het een smart key is, hoeft dat dus niet. Dus we hoeven niet de sleutel erin te stoppen. Hij doet het ook gewoon automatisch. En dat werkt wat dat betreft ook gewoon prima. Nou, dan denk ik dat ik het meeste wel gehad heb over de uitleg. Zijn er toch nog vragen, hoor ik het natuurlijk heel graag. Laat het dan even weten, dan komen we er best uit. En dan zou ik zeggen, tot straks bij de aflevering.